Een bijzonder goedemiddag, want dat is het nu. Het is middag, het is woensdagmiddag, één dagje voor hemelvaart. Waarschijnlijk is iedereen dan vrij. En vandaag gaan wij het hebben in onze webinar AI Image Generation voor vastgoed, de volgende stap. Mijn naam is Boris Geniouw en ik doe het vandaag samen met... Hey, Jantine Dormels, hallo. Hi, Jantine. Wie ben jij, wat doe jij en waarom heb jij hier zo'n passie voor? Ik ben Jantine Dormels. Ik heb ooit informatiekunde gestudeerd in Groningen en daarna heel erg met AI bezig gegaan. En de afgelopen jaren is er natuurlijk heel veel gebeurd in het AI-landschap. En ik vertel mensen graag over hoe je AI in kunt zetten in jouw bedrijfsvoering. Dus we hebben het heel veel over ChatGPT gehad de laatste weken. We gaan het nu hebben over image generation, ook super interessant. Ik heb zelf een paar apps die dit voor je kunnen doen. Dus daar laat ik je graag meer over zien de komende minuten. Minuten? Nou, de komende tientallen minuten. Ik ben Boris. Ik ben ooit eens met Fundamental Media begonnen, gespecialiseerd in online vastgoedcommunicatie. En ik vind innovatie en alles wat met internet te maken heeft, en vooral deze laatste nieuwe ontwikkelingen van AI, vind ik fantastisch en dat deel ik graag met jullie. En dat gaan we vandaag ook zeker doen. Even wat huishoudelijke mededelingen. Wij zijn nu nog in beeld en ik snap dat dat oogstrelend is, maar wij gaan zo wel uit beeld en dan zullen jullie het alleen met onze zoetgevoosde stemmen moeten doen. En voor de rest de presentatie die op jullie scherm staat. Als je op een desktop kijkt, dan heb je waarschijnlijk een vierkantje in de GoToWebinar console. Als je daarop klikt, kun je je vraag intoetsen. De vraag komt bij ons in beeld en alleen bij ons in beeld. Die is niet, wordt niet gedeeld met de rest van het publiek. En als wij antwoorden, beantwoorden we die vraag ook alleen naar jou toe. Stel vooral vragen, want dan kunnen wij antwoorden geven en dat doen we graag. Vandaag gaan we het hebben over AI en image generation. Waarom dit belangrijk is en wat dit gaat betekenen voor vastgoed. We geven veel voorbeelden en we willen vooral veel vragen hebben. Als jullie zo vriendelijk willen zijn, en dan gaan wij langzamerhand de camera's uitdoen, om alvast eens even jouw vraag over AI en image generation in relatie tot vastgoed wil intoetsen, dan kunnen we daar ook tijdens de presentatie rekening mee houden en kunnen we eventueel wat gaan freewheelen en jammen en leuke voorbeelden op het scherm toveren. Wij gaan nu de camera uitzetten. Eens even kijken, dat is deze. Boos, als jij me een snel organizer kan maken, dan kan ik de vragen ook lezen. Als dat niet kan, moet je het zelf doen. Nou, weet je, dat ga ik ook doen, want anders moet ik het zelf doen. En ik kan een heleboel vragen beantwoorden, maar jij kan echt veel meer vragen beantwoorden dan ik. Als het goed is, ben jij nu ook organizer. Hartstikke mooi. En dan kun je alle vragen binnen zien komen. En, Ja, super. We hebben al vragen. We zijn nog niet begonnen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Maar wij gaan even verder. Hey, AI en Image Generation. Artificialnet.com. Dit heb ik niet zomaar in beeld gezet. De interesse voor AI en image generation werd bij mij vooral gewekt, omdat op een gegeven moment mijn grote vriend Matthew Shadbolt, die jullie misschien nog kennen vanuit de Inman Connect in New York, in Amerika was hij lange tijd the brightest mind in real estate en hij begon op een gegeven moment met AI en Midjourney en ik raakte daardoor geïnspireerd en zo ben ik ook hier verder op kunnen gaan. Hij maakt echt de meest fantastische dingen op artificialnet.com. Ga daar zeker naar kijken. Sowieso alle links en alles wat wij vertellen in deze webinar, die gaan we delen. Dus die krijg je allemaal via de mail toegestuurd. Hij had ook een fantastische uitspraak. I don't know how Midjourney works, but I know that it does work. And in that work comes faith. In that faith comes attention and engagement. I will willingly give my time and energy to something which inspires awe and wonder in me. I'm completely seduced by what has become possible over the past year and could not be more excited about the year to come. En vooral dat laatste, dat heeft zeker betrekking op mij en ik denk ook op jou, Jantine. Ja, absoluut.
Ik heb dingen voorbij zien komen waarvan ik dacht van joh, ik dacht al dat ik gekke dingen gezien had ten aanzien van online, maar de dingen die mogelijk zijn, zijn echt waanzinnig. Ja, je moet niet vergeten, mensen die dit hebben Ja. bedacht, zeg maar, of dat de AI zichzelf ook slimmer maakt. Dus wij hebben dit ontwikkeld met een bepaalde intentie, maar die intentie die ontwikkelt zichzelf ook weer. Dus de onderzoekers weten soms niet eens wat de mogelijkheden zijn. En dat heb je dan ook weer, de ethiek erachter. Maar het geeft zoveel kansen waarvan we nog heel veel niet eens benutten. Nou ja, en die kansen die merk ik gewoon nu dagelijks. Wij maken ook bij Fundamental Media steeds meer gebruik van AI om content te genereren voor woningtypes, voor nieuwbouwprojecten, voor advertenties, voor Facebook, Instagram posts. En nou ja, onlangs hebben we een project geheel voorzien van AI content. Dat is een project van Forum. En wat we tot onze verbazing zagen, dat het zoekverkeer binnen een maand tijd met 90% steeg. Dus Ja. het spul werkt gewoon en we zijn nog maar echt aan het begin. Dus dit als introductie voor een opwindende middag, zeg maar. Ja. Jantine, dit is jouw kerk, AI en Image Generation. Wil je eerst een klein beetje vertellen hoe je hier eigenlijk ingerold bent. Nou ja, vorig jaar zagen we dat er een aantal modellen ontwikkeld werden. En dat zijn modellen, dat zijn grote datasets. Die konden afbeeldingen goed lezen. Dus hè, op deze afbeelding hierboven zie je bijvoorbeeld een blauwe bank in een huiskamer staan. En dat komt doordat wij vroeger, weet je wel, als je een website iets wilde invullen, moest je soms een captcha invullen. Dan moest je zeggen waar staan de stoplichten. Dus dan moest je daarop klikken. En zo hebben we met z'n allen eraan bijgedragen dat we nu afbeeldingen goed kunnen lezen. En van lezen komt ook genereren. Dus op een gegeven moment is er in 25 augustus vorig jaar, 2022, een model uitgekomen die kan afbeeldingen genereren. Nou, en daar is iedereen op ingedoken. Het is een open source model, dus iedereen mag daar ook mee gaan werken. En zo ben ik er ook ingerold. En ik ben afbeeldingen van mensen hun hoofd gaan maken. Dus ik heb een appje gebouwd waarmee je 8 foto's van jezelf uploadt en dan krijg je 200 foto's van jezelf terug in allerlei verschillende situaties. Nou, daar is het een beetje begonnen. En vanuit daar zijn Boris en ik druk bezig gegaan om dat ook in het vastgoed te gaan doen. Dus we gaan daar het vandaag over hebben. Dus AI kan heel veel voor je betekenen als het gaat om sfeerimpressies van huizen, maar ook op plattegronden van 2D naar 3D-video's. En wat we net zeiden over image recognition. Dus is de badkamer nieuw of is de badkamer oud? Als je dat allemaal handmatig moet gaan labelen, duurt heel lang, maar dat kan je ook slimmer doen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus ja, het is echt heel erg nieuw. Augustus vorig jaar. Er zit nog geen krasje op, zullen we maar zeggen. Nee, dat zeker Nee, niet. nou ja, en volgens mij gaat het de komende tijd ook een behoorlijke versnelling doormaken, want Bard van Google is nu gelanceerd. Zelf heb ik er nog niet naar kunnen kijken. Heb jij er al wel mee kunnen werken, Jantine? Ja, we hebben natuurlijk twee grote spelers nu, OpenAI en Google zelf, zeg maar. En je merkt dat OpenAI wel echt veel beter is met feitelijkheden. We zien bij Bart dat Bart wel goed teksten kan schrijven, maar vaak de feitelijkheden fout heeft. Bijvoorbeeld de sterfdatum van Hitler ging de eerste keer niet goed. Nou, dat zijn natuurlijk wel relevante punten. Dus ja, ik denk dat het vertrouwen in Bart nog niet echt is en mensen toch bij OpenAI blijven. Maar ja, Google is wel heel goed in die grafische aspecten. Dus die 3D-video's waar we het zo meteen over hebben, dat is dan ook weer gemaakt door Google. Dus ik denk dat er een heel groot onderscheid gaat zijn waarin OpenAI echt voor de tekst gaat zijn en Google meer op de visuele aspecten. Cool. Ja. Wacht even. Er gaat iets bij mij mis. Nu komt er rook uit, zie ik. Nee, Oh, dat geintje. is. Nee. Ja, er zijn dus twee Nee. grote dingen die we even moeten onderscheiden in AI. We hebben tekst gehad, maar als we het over visuele aspecten hebben, hebben we het over text-to-image en image-to-image. Text-to-image hebben we denk ik allemaal wel eens mee gewerkt. Ik ben wel echt benieuwd naar wie dat allemaal hebben gedaan. Misschien kan Boris daar zo even een vraag over stellen. Maar iedereen kent misschien Midjourney wel, of Lexica, waarin je een tekst kan ingeven. Ik wil graag een foto van een hond of van een kat. Dan genereert de source, de engine, die genereert een foto voor jou of een afbeelding voor jou. En hoe meer detail je daarin legt, hoe meer detail je ook terugkrijgt. Dus Boris heeft hier plattegronden gemaakt. Misschien Ja, kan je daar iets.
Ja, ik heb heel simpel. Je kunt tegenwoordig via bing.com/create. Dat is gewoon van Microsoft. Misschien kan ik het zelf gewoon even laten zien. Even goed om te weten, Microsoft is dus eigenaar van OpenAI nu, vandaar de slimmigheden. En dus Bing. Ja. Eens even kijken. Kan ik dat nu laten zien? Dus dit, ja, Ja, dit zijn de. dit is Bing en dit is Create. Hier zie je zeg maar, dat je heel makkelijk met een vrij simpele prompt krijg je al een hele aardige plattegrondgenerator eruit. Wil jij bijvoorbeeld een interieur creëren, dan doe je dat op deze manier. Dit is van een loft. Wil je het zelfs nog doen met bepaalde architecten in het achterhoofd? Ja, dan krijg je hier gewoon echt waanzinnig mooie afbeeldingen. En we hebben het hier over secondenwerk. Dit gaat echt helemaal nergens over. Dus dat is dat. Wat zei je, Bij de Jantine? 12-seconden regel, daarin wordt echt dingen goed gecreëerd. Je ziet wel dat AI nog niet zo heel goed is in kleine lijnen tekenen. Dat zien we bij AI Room Generator ook wel terug, dat je bijvoorbeeld stoelpoten en zo zijn nog wat ingewikkeld. Maar voor de inspiratie is het gewoon echt super tof. En ook inderdaad dat je die architecten mee kunt geven, precies mee kunt geven wat je eigenlijk wil zien. Ja, en dan krijg je dit dus terug. Dus het is Ja, altijd proberen waard. ja, nou ja, je zei net over lijnen, zijn ze nog niet heel erg goed. Nee, dat hebben we ook gemerkt, want als je nu probeert personen en handen te laten doen, dan krijg je de meest wanstaltige foto's. Even terug naar ons vastgoeddomein. In het midden heb ik een standaard technische plattegrond. Wij zijn gewend dat we die aangeleverd krijgen en op basis hiervan gaan we ingekleurde plattegronden genereren. Dat is over het algemeen nu nog handwerk. We zijn nu bezig om een applicatie voor te schrijven die deze technische plattegronden om kan zetten in allerlei verschillende ingekleurde en hopelijk dadelijk ook een beetje opgewerkte 3D-plattegronden. Dus blijf een beetje bij de les, blijf ons vooral volgen en we hopen binnenkort, want het is toch iets ingewikkelder dan even een chatbot, CQ, een AI-prompt aanzetten, hopen dat we hier meer van kunnen laten zien. Ja, het is echt heel tof. We hebben een vraag van Elder. Elder vraagt: mag je deze beelden dan vrij gebruiken? Ja, dat mag. Deze beelden zijn uniek. Je kunt ze ook maar één keer genereren. Dat lukt je niet nog een tweede keer. Dus ja, deze beelden zijn eigenlijk van jou. Dus je mag ze gebruiken, zeker. Ja, nou, dat klopt, maar ik begin nu wel te merken, zo her en der, dat op het moment dat je referentie maakt aan andere mensen, Ja, dat is willen lastig. ze nu ook geld zien. Dus Ja, je het. moet eigenlijk wel een mix maken van twee mensen. Dus kijk, weet je, ik ben nu ook bezig met een platform waar we ook met kunstdingen gaan doen. En daarop zeg ik ook, we willen eigenlijk wel de creators, dus degene waar we een stijl van kopiëren, die gaan we wel belonen voordat ze die stijl ooit hebben ontwikkeld. Ik vind dat ethisch niet meer dan verantwoord. Maar als je het goed wil doen, dan moet je nooit één architect pakken, maar altijd meerdere, zodat je die stijlen mixt, zodat je niet op één stijl uitkomt. Maar de afbeeldingen zijn in theorie zijn ze gewoon van jou. Oh, great. Het lijkt ook een beetje van wat we vroeger hadden van het samplen van nummers met Snoop Dogg en Parliament en Funkadelic, dus met de hele rap scene en zo. Dus ach, weet je, het lijkt allemaal alsof er heel veel gebeurt, maar history is repeating itself. Ja, precies. Het is gewoon license, open license, open license, dus je mag het gewoon gebruiken. Nou, AI en Hey. plattegronden. We hadden het net over text-to-image en we hebben ook image-to-image. Dat is misschien waar mensen nog niet heel veel van weten. Maar wat wij doen met AI Room Generator is dat wij een bestaande afbeelding gebruiken en die opnieuw gaan invullen. En daarvoor tekent onze software eerst lijnen in de afbeelding, zodat die daar wel aan houdt, zodat je niet opeens een hele andere kamer krijgt. Zoals deze kamer, hè, die ziet duidelijk dat het een keuken en een keukenblok is en een tafel. Dus die komen er ook zo weer in terug, alleen dan in een andere stijl. Boris, misschien kan je even een voorbeeldje van geven. Dus Ja. als je stel je voor, je zit op Funda en je denkt, nou, een hartstikke mooi huis, maar niet helemaal mijn ding. Dan kan je dus de afbeelding URL kopiëren of de afbeelding even downloaden. Momentje hoor. Ik Ja, en die kan hoop je dat dan. ik nu het juiste. Ja. En dan kan je een bestand uploaden. Heb je dus een bestand geüpload? Ja.
Ja, ik had die URL gekopieerd. En dan moeten wij 12 seconden zien vol te praten. Gaat dat lukken, Jantine? Dat lukt ons vaak wel. Maar stel je voor je bent makelaar en loopt iemand door een huis heen en die zegt, nou, ik vind het een heel mooi huis, maar ik kan helemaal niks met deze stijl of ik kan me niet verbeelden. Hè. Dat hoor je natuurlijk heel vaak, dat mensen zeggen, nou, ik zie het er niet in. Nou, dan zeg je, nou, ik doe mij even dit in een modernere stijl en dan krijg je dus dit. Je ziet dat soms er toch wat spannende dingen in zitten, zoals het vloerkleed loopt wel heel spannend. Maar het geeft wel gelijk even een impressie van, stel je voor je zou een moderne stijl pakken, je zou even een ander kleurtje doen op de muren, hoe zou het er dan uitzien? Dus dit is wel even heel snel dat je daar met je koper iets mee kunt gaan doen. Je kan uit deze stijlen kiezen. Doe maar even Bohemian, Boris. Dat is dan heel kleurrijk. Nou, en dit zijn dus ook weer prompts die wij aan de achterkant hebben geschreven, die wij toepassen op die foto's. En daar gaan we veel meer van aan toepassen. We gaan er uiteindelijk ook voor zorgen dat je dan nog vervolgens zelf dingen kunt inkleuren. Dus de muren of een andere bank kunt kiezen. Dat is waar we nu aan werken. Ja, dus het is altijd leuk om even bij je te houden in je hand, op je laptop, op je tablet, als je met mensen door een huis heen loopt of als iemand er gewoon echt niet uitkomt. Artist impressions zijn natuurlijk wel hartstikke duur en kosten veel tijd. En je kan dit even snel doen, binnen 12 seconden. En het kan voor artiesten ook helpen om voor hun inspiratie op te doen. Ik heb Ja, een. want we hebben gemerkt, die room generator wordt niet alleen gebruikt om standaard fundafoto's te uploaden en iets anders mee te doen. Maar ook merken we gewoon veel makelaars die gebruiken het tijdens bezichtigingen. Ja. En maken een fotootje van een kamer en kunnen dan meteen ook de mensen laten zien wat dat. Ja, we hebben vandaag de afgelopen 3 dagen 1500 generaties. Dus je kan je wel zien hoe populair het aan het worden is om dit te gebruiken. We krijgen een vraag van Niels. Nog eens een keer, hoeveel generaties? Ja, 1500 generaties in de laatste 3 dagen, 2 dagen. Dus dat was best wel veel. Wauw. Ja, alleen in Wauw. Nederland. Dat is wel cool. Ja, dus bedankt voor het testen. Het werkt goed. We zullen er nu mee verder Ik gaan. blijf testen. Het mag nog steeds een grapje, hè, om dit te maken, maar het is wel echt tof dat iedereen het gebruikt. Oké, vraag van Niels. Die vraagt, als je AI-gegenereerde images, kan je daar nieuwe versies van genereren? Dan kan je ze ook zelf aanpassen. Ja, natuurlijk. Je kan als je ze downloadt, zou je ze eventueel in Photoshop kunnen aanpassen. Maar wat ik net zei, wij gaan dus met de AI Room Generator een editor maken, zodat je dat vervolgens in de AI Room Generator kunt aanpassen. En dan kan je dus het interieur bijvoorbeeld een andere bank inzetten, een andere muurkleur, zodat je het echt helemaal kan maken zoals je het zelf wil. Dus een beetje AI en een beetje jezelf. Dat is altijd wel handig. Ja, en we hadden het net over vingers. Ik zit nu even naar die tafelpoten te kijken, maar die hebben de mensen niet meer in beeld, dus dat is een beetje een onzinnige opmerking. Maar als je daar de screencast terugkijkt, dan hebben we voor het spreekwoordelijke kratje bier, hoeveel poten had de tafel? Kort. Ja, en Tom vraagt nog, de AI Room Generator was een tijdje down. Ja, dat komt inderdaad door de drukte. We zijn nu aan het opschalen, zodat we meer mensen tegelijkertijd het kunnen laten gebruiken. Dus als het Alright. even down is, betekent niet dat het over een uur nog down is. Druk mee bezig. Oké. En we gaan een volgende stap maken. Wat heb jij hier voor ons op het beeld getoverd? Ja, dit vind ik echt zelf echt fascinerend vet. Want ik vertelde dus net over dat we met z'n allen zoveel data hadden verzameld door die stoplichten te identificeren op zo'n foto. Maar om dingen te laten werken met AI heb je gewoon ontzettend veel data nodig. En van plattegronden, ja, daar zijn er veel van, maar niet zoveel als random foto's op het internet. Maar er is nu een nieuwe paper gemaakt, ontwikkeld door de Michigan University volgens mij. En waarmee je dus plattegronden kunt genereren op basis van AI. Dus je hebt een basisvorm, daar teken je een paar ramen in of een paar deuren. En dan gaat AI voor jou bedenken hoe dat huis er dan uiteindelijk echt uit moet zien. Waar moet de badkamer komen? Waar moet de keuken komen? Waar plaats je muren? Waar zet je het interieur neer? Nou, Oké, dit is echt de toekomst. ik ga dat even Laten zien. toveren. Dit is wat het is. En dan kun je, zeg maar, ik ben er nog niet heel bedreven in, maar dan kun je hier een raam Tekenen. Heel mooi raam, Boris. tekenen. Ja, Ja. Laat En dan mij een kan je dit. raam. Oké, en dan geeft hij dus aan van, oké, als je twee ramen hebt, dan moet je hier vooral een living room maken. Ja, en als je daar de entree hebt, kan je daar beter de kitchen hebben. Dus die kleurenschema, die heatmap die je dan krijgt, dat is dus de getrainde datasets. En die kijken dus als dus de verhouding zo is tot elkaar, dan zou je het beste het huis zo kunnen inrichten. Dus daar de tussenmuren. Daar de keuken, daar de living.
En dit kan je blijven aanpassen. Je kan het vorm ook veranderen. Nou ja, en zo zie je Oké. dat je kan je AI dus gebruiken voor architecten om een huis op een logische manier in te delen aan de binnenkant. Oh, Nou, cool. tof. Echt tof. Nou, en dit gaat natuurlijk verder zometeen. Hier worden echt, dit gaat naar 3D toe. Geef het nog 2 maanden, dan zijn we daar wel. Ja, want ik had ook deel van dat paper gelezen en dit gebruiken ze ook om floorplans te maken voor hele appartementsgebouwen. Ik vond het een beetje lijken, omdat er is een Nederlands bedrijf, OMRT, die maakt ook iets wat hierop lijkt. Die kunnen hele gebouwen ook configureren, maar dit is volgens mij intussen ook een stapje verder, waarbij niet alleen de gebouwen, maar ook alle plattegronden verder geconfigureerd worden. Ja, klopt Ontzettend inderdaad. fascinerend. En met de snelheid waar het mee gaat, heb je dadelijk ook nog het bestek erbij ook. Ja, klopt. Zo ver gaan we en uiteindelijk de inrichting er alles op aan. We hebben een paar vragen, die ga ik even beantwoorden. Ja. Niels Lies Hummel vraagt vanuit makelaarsperspectief zijn de snelle impressies prima? Voor de ontwerper vaak nog te simpel. Gaat dit ook snel veranderen? Nou, waar wij dus nu mee werken is dat lijnenspel wat ik net uitlegde. Dus we maken wel gebruik van bestaande vormen. En bijvoorbeeld staan 3 stoelen in een kamer, dan worden die 3 stoelen geüpdate. Ik ben ermee bezig om te kijken of we dat nog dynamischer kunnen maken. Maar dit zal het wel in de basis de eerste tijd zijn. Ik denk dat je als artist vooral er iets aan kunt hebben om de basisstijl op over te nemen en dan vanuit daar verder te gaan werken. En de kwaliteit vraagt Niels volgens mij, hoe zit dat? Het is een beetje laag kwaliteit. Klopt. Ik ben nu toevallig bezig met het naar 4K krijgen. Dus dan kan je het zo meteen downloaden in 4K. En dan kan je het eigenlijk gewoon flatgebouwd plakken. Maar dat is ook wel handig als je het echt als artist wil gaan gebruiken. Want dan kan je die basisafbeelding gewoon in Photoshop gebruiken. En dan kan je weer verder. Dus dat is wel ideaal. En Niels vraagt ook, die je kan laten opstellen via verschillende partijen. Ja, dat weet ik niet wat je daarmee bedoelt. Misschien kan je me daar nog iets meer over vertellen, Niels. Oké, Boris, je kan maar door. En als jij op jouw scherm kijkt, dan zie je, we zijn ook weer een verder. Dat is namelijk AI en 3D video's en virtual tours. Nou, dit is dus Google. Die dus laten nog niet heel veel zien over wat ze zelf, hoe de techniek erachter werkt. Want wij kunnen dus door de open source mogelijkheden heel veel zelf ontwikkelen. Maar Google had het allemaal gesloten. En wat zij dus nu doen, is dat ze van 2D-foto's 3D-video's kunnen maken. En dan maak je voor elke kamer 1 foto en dan krijg je dit resultaat. Laat maar zien, Boris. Eens even kijken of dat werkt. Nee, hij doet helemaal niks. Ja, Maar hij nu gaat. wel. Ja. Dus als je dan de foto's. Ja, het is een beetje trippy. Maar dit zijn dus 2D-foto's van elke kamer 1. En er worden dus 3D-modellen van ontwikkeld. Dus die stoelen worden dan 3D ontwikkeld. En die worden dan weer teruggeplaatst in dit filmpje. Ja, en jij denkt dus nu dat we een film zien. Maar dit is eigenlijk gewoon gerenderd. Dus het is allemaal AI. Alles is ingevuld door AI. Maar het ziet er zo Hey, realistisch uit. maar Jantine, als ik het goed begrijp, dan binnen afzienbare tijd kan ik als vastgoedprofessional, CQ-makelaar of wat al niet meer zij, een paar fotootjes maken van een huis. En dan gaat dat, dit programma maakt er een hele virtual tour van. Klopt dat? Ja, dit is nu nog een beetje trippy, maar dat zou de komende maanden komt, wordt het veel beter, ja. Ja, het is En echt bizar. kan je dan ook in feite in lege ruimtes, die kunnen dan ook nog ingevuld worden of eventueel aangepast worden? Ja, dat is waar Google dus nu aan werkt, hè, dat je het helemaal kan invullen en dat je echt een VR-tour of augmented reality-tour kan gaan doen. En dat je dan je eigen product ook nog weer kunt plaatsen. Maar ja, dit moet je verwachten dat dit voor de zomer, in de zomer, dat we dit wel kunnen gaan doen. Het wordt een hete zomer. Zeker. Maar dit is wel ontzettend gaaf. Dat gaat echt wel iets betekenen voor de vastgoedbranche. Ja, Want je kunt het nu gaat een veel meer op afstand waanzinnige. zijn. Als Wat jij zei? nu moet je, het gaat veel meer op afstand zijn. Je kan zo meteen in je eigen huiskamer allemaal tours gaan lopen doen door huis heen. Want stel je voor, je pakt nu de afbeeldingen van Funda. Die gebruik je hiervoor. Dan kan je gewoon dat dan live al gaan zien. Als je dan de image generators erbij gaat halen waarin je die stijlen ook gaat aanpassen, kan je van tevoren de stijl aanpassen en dan door een huis heen lopen wat virtueel helemaal niet dat huis meer is, maar al aangepast is. Snap je wat ik bedoel? Dus je kan van Oh, tevoren. wauw.
Ja, Ja. laat ik het even samen. Je weet, ik heb LTS-zwakstromen gestudeerd, dus ik probeer het even in mijn eigen woorden te vertellen. Wat jij dus zegt, want ik zat eerst te denken van, joh, je maakt een paar foto's en dan gooi je het hier doorheen, maar het gaat nog ruiger. In feite, als jij op de Funda listingpagina komt, daar staan die foto's en on the fly kan, afhankelijk van jouw voorkeuren als bezoeker van de website, kun je zeggen van, ik wil door Ik dit wil huis lopen en pas de stijl modern Scandinavisch of laat het in het echt zien aan. En dan wordt dat gewoon als live. Funda extra gegenereerd, zeg maar. Vet hè? Ja, ik kan Wauw. met het is echt wordt gewoon een hele andere wereld. Dus mensen kunnen thuis vanuit hun eigen woonkamer of vanuit hun niet-woonkamer die ze nog niet hebben, kunnen ze dit allemaal gaan doen. Hey, en als iemand nog een ander idee erbij hebt, gooi het even in de chat. Want dit is, ik vind het wel bijzonder gaaf. Ja. Alright. Hey, en dan van Virtual Tours gaan wij, als mijn muis meewerkt, gaan we naar AI in Smart Image Recognition. Ja, dit is iets waar we echt nog heel veel over na moeten gaan denken. Maar wat wel in Amerika al wel veel gebruikt wordt. Kijk, je hebt natuurlijk huizen, er zijn miljoenen huizen te kopen in deze wereld. Maar je kan ze niet allemaal zelf bekijken. En je wil soms de pareltjes eruit halen. Bijvoorbeeld een huis die een lage vraagprijs heeft. Maar ja, als die dan bijvoorbeeld nog alles gerenoveerd moet worden, wordt het wel weer een duur grapje. Dus kan met image recognition kan je op een hele snelle manier kan je foto's gaan indexeren op welke kamers er zijn. Dus hoeveel kamers er zijn. Wat de staat van de kamer is. Wat de stijl van de kamer is. En dan zou je dus op een termijn hiermee rekenmodellen kunnen gaan maken. Zodat je kan zien of een huis de investering waard is. En om je eigen listing te optimaliseren. Dus dit is iets waar ik zelf heel erg fan van ben. Er zijn nu heel veel tools beschikbaar waarmee je dit kan doen. Maar wij zijn zelf ook bezig om dit te gaan inbrengen in onze systemen. Dus kan je veel sneller analyseren, hoef je zelf niet meer te kijken. Dus eigenlijk kan je gewoon zo meteen een beetje achterover leunen en de software het werk voor je laten doen. Nou, ik denk dat ik ook zo langzamerhand maar eens ga kijken of we dat ook voor de opvoeding van kinderen kunnen doen. Dat zou ook Ja. vooral dat sit back and relax. Maar Even eten. Ja, precies. nee, maar dat houdt dus in dat je ook de persoonlijke mogelijkheden kunt ontdekken. Want om zeg maar die badkamer links te kunnen voorstellen naar die badkamer rechts. Dat is heel moeilijk voor consumenten. Ik vind het nog altijd moeilijk, ondanks dat ik al jaren in de marketing van vastgoed zit, om een kamer te zien en de mogelijkheden voor die kamer te ontdekken. Maar dat kan dus nu allemaal. En dat zou je dan inderdaad ook gewoon vanaf je makelaarswebsite kunnen gaan doen, neem ik aan. Klopt dat? Gewoon, ja, inderdaad. Dus kan je dus checken wat is er aan de hand met zo'n huis. Dus dat kan je met die recognition doen. En daarna kan je bijvoorbeeld met zo'n room generator kan je dus die updates doen. En dan zo'n virtuele tour gaan genereren. Zodat je gewoon per klant, hè, een klant komt zo meteen binnen en die zegt, nou, ik hou van Scandinavisch, ik hou van ruimte en van licht en ik wil in de stad wonen. En nu moet die klant moet op Funda actief gaan zoeken. Of jij moet op Funda actief gaan zoeken naar iets wat daar dan bij hoort. Want je moet het op gevoel doen. Jij moet naar die huizen gaan kijken en gevoel bij krijgen van oké, dit is Scandinavisch, of dit is niet. Of dit gaat nooit werken voor die klant. Want die klant die kan zich niet verbeelden wat het zou moeten zijn. En dat kan je zo meteen allemaal automatisch gaan doen. Dat het wel is. Dat je wel altijd de juiste vibe kan uitstralen. En om eens even daarop verder te gaan. Nou, ik denk 2 jaar geleden heb ik het ooit eens over Microsoft gehad en hoever zij al waren in beeldherkenning. Dit is Microsoft nog steeds. En hier zie je dus dat je heel makkelijk een fotootje kunt uploaden en ze halen er al allerlei informatie uit. En ze kunnen dus zien, dit is Welke een sport het muur. is. Ja, ik heb ook even iets verder geklikt. Ook even mezelf geüpload. Dit kun je gewoon echt zelf doen. Dan zie je dat het een human face is, een person, een man, clothing, een baard. Portrait. Ik was op zoek naar good looking, maar die kreeg ik er niet uit. Daar had hij nog niet ontdekt. Ja, maar dat is Maar. cool, hè? Dat is precies wat ik bedoel. Dit zijn feitelijkheden. Maar good looking is iets eigenlijk wat je, ja, dat zou je misschien ook wel kunnen identificeren, maar het moet wel, dat is gevoel.
Ja, gentleman vind ik ook al heel iets, hoor, bij jou. Nou, dank je, dank je, dank je, dank je. Ik had ook nog even een andere. Ik moet even kijken of ik hem. Ja, hier had ik een andere Funda-foto. En dan moet je kijken hoe snel die deze foto analyseert met building, outdoor, window, plant, property, real estate, sky, home. Dit kun je dadelijk dus echt on the fly doen. En hier kun je weer allerlei andere data gaan uithalen. Ja. Nou, en dat is ook wat wij in de laatste sheet hebben staan, hè, van onze presentatie. Dit is nog best general, zeg maar, wat wij net zeiden. Maar, of wat je net liet zien. Maar in image captioning gaan we dus zo meteen echt naar de real estate options toe, waarin we dus willen weten wat die sfeer in zo'n huis is. En dat moeten we ook nog wel heel erg veel data in training trainen. Maar hier zie je dus bijvoorbeeld weer die living room terugkomen met de blauwe bank. Dus we zien living room, dus we weten er is een living room. We weten dat er een blauwe bank staat, een stoel en een window. Maar uiteindelijk willen we nu natuurlijk weten wat voor stijl dit is. Nou, hoe zou je deze stijl definiëren? Weinig stijl, weet ik niet. Oh, sorry. Weinig stijl. Stijlloos, ja. Stijlloos. En dat is dus wat wij uiteindelijk gaan doen. Dus als je nu op Funda zoekt, dan moet je echt met die filters gaan werken. Moeilijk, moeilijk. Hè? Je wil eigenlijk een vibe hebben, maar ja, dat krijg je eigenlijk niet. Want je moet dan weer naar dat huis toe en je moet daar al die foto's van gaan bekijken. Moeilijk. En uiteindelijk wil je gewoon een betere zoekoptie. En dat is dat je eigenlijk een gepersonificeerd zoekprofiel krijgt, waarin je dus zegt, ik wil dus altijd 300 meter van de school. Dat is op zich nog wel te berekenen. Dat is een feitelijkheid en die houten vloer ook. En een nieuwe badkamer en een zwarte keuken, dat moet je uit zo'n foto kunnen halen, wat het dan echt daadwerkelijk is. En ook voor het invoeren van je listing zometeen kan je beter gewoon zo'n foto uit laten lezen of een stapel aan foto's. En dan krijg je in één keer alle kenmerken van een huis terug. Daar moeten we naartoe. En het gevoel daarbij, dus de Scandinavische stijl of geen stijl zoals dit huis. Ja, dat is. Oké. Nou, hier benoem je wat. We hebben het nu over image recognition. Maar als ik het goed heb, ChatGPT en Bard dadelijk, en er zijn nog meer van dit soort AI's, die zijn dus in staat om ongestructureerde data te gaan bevragen. Dat maakt het dus mogelijk dat ik in plaats van op Funda eigenlijk gewoon een heel dom lijstje, of welke listing site dan ook, hè, maar een dom lijstje op basis van prijs en allerlei andere dingen invul en dan een aantal hoe heet het, huizen terugkrijg, kan ik eigenlijk nu zeggen: ik wil een huis. 300 meter lopen van een basisschool. Inderdaad, met een houten vloer en een granito keukenblad. Want hij kan Ja. dus en de beschrijving en de ligging van het huis analyseren. Hij kan de foto's van het huis analyseren. Dus we gaan op een hele andere manier zoeken. Ja, een hele andere manier. En dit gaan we de komende, nou niet maanden, maar de komende jaren gaat dit gebeuren. En dan heb ik het niet alleen over Funda, maar ook bijvoorbeeld als je naar thuisbezorg gaat en je bent op zoek naar eten. Het gaat nu, heb je allemaal van die lijstjes. En daar zijn we van sinds de mensheugenis in de IT-wereld aan gewend. Dat er lijsten zijn, indexen, met huizen. Als je aan het shoppen bent, heb je heel veel kleren onder elkaar staan. Je hebt toch helemaal geen zin om door al die huizen of die kleren heen te gaan scrollen. Je wil gewoon weten wat bij jou past. En daarvoor moet je je profiel wel goed uitwerken. Maar uiteindelijk heeft het allemaal met gevoel te maken. En gevoel was iets wat we heel moeilijk konden doen in de IT-wereld. En dat kan nu sinds een paar jaar, kon dat steeds beter. Hey, we zien ook bijvoorbeeld dat AI relaties heeft met mensen. In Japan gebeurt dat al heel veel. Dus er komt veel meer gevoel bij kijken. En dat gaat die game wel echt veranderen. En betekent dat dan ook dat het dus over een paar dagen, CQ weken, CQ maanden, mogelijk is dat ik als consument een moodboard maak van hoe ik wil wonen en hoe ik wil leven, dat ik dat aan een website voer en dat die met huizen terugkomt die bij mijn levensstijl passen of die de mogelijkheid hebben om mijn levensstijl daarin te passen aanraadt. Ja, ik denk het dus wel. Dus de hele manier waarop jij nu zeg maar het internet besurft
wordt gewoon helemaal anders. In welk aspect dan ook. Weet je, misschien ga je niet eens meer naar websites toe. Misschien vraag je gewoon alleen maar dingen binnenkort of over een jaar. En krijg je dan van de desbetreffende website die interessant als interessant gezien worden, data terug. Ja, ik denk dat we hier heel anders over na moeten gaan denken. Dus klopt, het wordt anders, ja. Ik kreeg nog een vraag binnen over is AI ook in staat om aan een nieuwe inrichtingsstijl van huis dat je bekijkt een verbouw, renovatie, kostenplaatje te hangen? Ja, ik vind het een leuke vraag. Vind jij niet? Ik vind dit is slim. Ja, dat moeten we doen. Ja, dat nou, zou sterker kunnen. Nog, en hier is het. Dan gaan we naar Getplunk. Getplunk, mijn ja, grote liefde, zeg maar. Ja, mijn nieuwe digitale relatie. Ja, natuurlijk wel Amerika, dat is wel even iets anders dan onze Europese markt. Ja, maar ja, dat is het nadeel van kleine data. Nederland heeft kleine data, Amerika heeft heel veel data. En daardoor kunnen ze dit soort systemen veel sneller bouwen. Wat je hier ziet, is dat op basis van AI ook voorgesteld wordt welke renovaties, welke verbouwingen je moet doen om de waarde van je huis te verhogen. Ik denk ook dat daar een belangrijke functie voor de makelaardij de komende jaren in zal liggen. Niet alleen meer de transactie, maar ook een vorm van continu adviseren van je klanten hoe zij meer waarde halen uit enerzijds hun huis en anderzijds hoe ze beter in hun huis zouden kunnen leven. Doen we trouwens denken van, we zouden dus ook met AI kunnen bevragen van, doe mij in de Dorpsstraat in Terneuzen alle huizen geschikt voor een klein gezin die 20% onder de mediane prijs liggen en al meer dan 3 maanden te koop staan. Dat soort vragen kun je dan ook dadelijk zeg maar aan Funda stellen. Ja, maar dat zijn vragen die je ook wel kon stellen, zeg maar. Maar nu met zometeen met dan wat je wat nieuws zegt hierna nog iets over omgevingskarakteristieken kan je die ook meegeven. Dus het moet stil zijn, dicht bij een bushalte. Kijk, dicht bij een bushalte is iets wat je kunt berekenen. Stil zijn of in een groene wijk, ja, dat is ook alweer meer een gevoel, hè. Dus daar kunnen we zometeen ook mee gaan werken. Ja. Toch, volgens mij gemeentes hebben daar wel een index voor. Dus het is data die beschikbaar is. Ja, maar die nu wel heel moeilijk beschikbaar is. Ja, oké. Okay, dus nog een behoorlijke revolutie staat ons te wachten. We zijn zo'n beetje bij de laatste slide aangekomen. Als ik het goed heb, dan en ik heb alle vragen binnen zien komen, dan is het vooral de vraag van hoe ver kunnen we gaan met beeldherkenning en hoe kunnen we dat gebruiken om betere inschattingen te maken voor ons vastgoed? Nou, volgens mij de antwoord op die vraag is ja, dat kan en dat kan binnenkort. En dat zal ook gebeuren. Er zijn een aantal nieuwe functionaliteiten, zoals die virtuele, virtual tour, het inrichten van plattegronden, maar ook het veranderen van foto's om mensen te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Die zijn nu al mogelijk, met uitzondering van ingekleurde plattegronden, wat overigens wel belangrijk is voor de vastgoedmarkt. De vraag rondom waardecreatie. Nou, volgens mij hebben we die net met Getplunk beantwoord. Heb jij daar nog andere inzichten over, Jantine? Nou ja, wat je zelf zei, de Nederlandse markt is gewoon lastig. Überhaupt een taligheid. En met ChatGPT zie je ook minder verschil in je outputs als je in Nederlands dingen gaat doen. Want gewoon minder beschikbaar. Dus ook voor onze markt betekent het dat wij zelf nog wel veel ontwikkelingen kunnen gaan doen. En wij hebben in Nederland natuurlijk ook wel maar een paar aanbieders van die data. Hè. Jij hebt het altijd over wie is de eigenaar van de data, wie kan er dan mee gaan werken. Dat is best lastig in Nederland. Er zijn maar een paar partijen die data eigenlijk hebben. Dus daar kunnen wij nog veel mee gaan doen. En uiteindelijk denk ik dat er zulke oplossingen echt specifiek voor de Nederlandse markt gemaakt moeten worden. Misschien gaan wij dat doen, misschien gaat iemand anders dat doen. Maar het moet in ieder geval gemaakt worden. Ja, je benoemde net iets heel relevants.
Dit soort systemen kunnen alleen draaien met heel veel kennis. Met heel veel data, moet ik zeggen. Dat betekent dat hier in Nederland er maar één bedrijf is dat die mogelijkheid heeft. En dat is Funda, CQ, Brainbay, CQ, Tiara en of VBO. Die hebben alle data en die kunnen dus dit soort systemen verder ontwikkelen. Dat is wel een belangrijk iets om ook voor de individuele makelaars en andere partijen, dat data is echt het nieuwe goud. Want op basis van die data en vooral historische data kun je dus veel beter prognoses en voorspellingen maken en analyses geven. Hoe kijk jij aan tegen eigen data? Ja, ik denk dat het gewoon super belangrijk is om nooit te denken, we gaan dit even verwijderen. Want je bent, kijk, data gewoon qua listingen of huizen is al heel veel waard. Maar vooral de dingen die jij doet, die anders zijn dan andere mensen. Dus bijvoorbeeld, je schrijft een nieuwsbrief. Je hebt e-mailcontact met jouw klanten. Dat is allemaal in jouw tone of voice. En als je later dingen wil gaan trainen om te doen wat jij goed doet, dus om te zijn wie jij bent, dan moet je wel weten, moet er wel data zijn die teruggeleid kan worden. Dus uiteindelijk is het gewoon verstandig om al je data goed te bewaren, maar ook goed te labelen, zodat je over 10 jaar nog steeds weet waar wat stond. Als je hier vragen over hebt of dingen, tips over wil hebben, kan je dat even aan me vragen. Ik ben op LinkedIn gewoon goed bereikbaar. Want ja, over 5 jaar, als je dan echt jouw leven echt helemaal ge-AI'd is, dan wil je dit wel goed hebben gedaan. Ja. En dan lijkt me het ook logisch dat een bedrijf als Microsoft voor OpenAI, wat een bedrijf was dat nog niet heel lang bestond, wat hebben ze ervoor neergeteld? 24 miljard? Ja, zoiets. En het kost 10 miljoen per dag, zo om het te runnen. Geen winstmodel. Ja, dus en betekent dit de hegemonie van de grote Big Four, Amazon, Google, Microsoft en uiteindelijk zeg maar Amerika? Is dat iets wat, of komen er nog andere spelers op de markt uit de niks? We hebben Hugging Face, dat CEO. Is dat iets waar je nog iets over kunt zeggen? Want dat is volgens mij wel een interessante speler die niet gelieerd is aan de grote tech companies in de VS. Ja, Hugging Face is eigenlijk de basis van zeg maar heel veel code. Dus je hebt zeg maar OpenAI en Google, die zijn natuurlijk gewoon helemaal besloten. Daar kan je niet, ja, die code, de engines kan je niet zien. En Hugging Face is eigenlijk een platform. Ja, dat is wel een heel technisch platform, maar daar kan je dus modellen. Daar kan jij dus iets trainen. Dus bijvoorbeeld een tone of voice voor de informele makelaar chatbot. Die zou je kunnen trainen en die kan je dan daarop aanbieden en kunnen mensen dat van jou weer afnemen. Een soort van marktplaats voor artificial intelligence. Wel interessant, kan je zelf ook heel veel dingen op testen als je er een beetje induikt. Grote speler, gaat ook nog veel groter worden denk ik, maar blijft wel een Amerikaanse speler. En dat zijn ze allemaal, want wij hebben niet zoveel tech geld als het daar beschikbaar is. Oké, nou, we hadden het net over waarde. Intussen, prompting heeft ook waarde. Als je gaat kijken op promptbase.com, daar kun je allerlei prompts kopen. Ook in de real estate. En dan kun je kiezen, wil ik een GPT prompt, wil ik een Stable Diffusion of een Midjourney of een DALI. Dus dat is allemaal al te kopen. Ik kwam hier toevallig gisteren achter. Ik denk van nou, ik wil dit toch nog even neerhangen. Maar ja. Er begint een hele marktplaats plaats te vinden rondom prompting. Dat is ook precies waar we het de vorige keer over hebben gehad. En ik ben ook benieuwd, mocht je een goede prompt tegenkomen, of heb je nu al een goede prompt of een goede source voor prompts, deel die graag met ons, want alleen met delen komen we met elkaar verder. Je hebt namelijk 2 handen nodig om applaus te genereren, dus laten we eens kijken of we een overdovende applaus kunnen genereren met AI en vastgoed. Ik heb verder. Nog 2 vragen hebben. Eentje van Bart, die zegt: data-eigendom. Wie is de eigenaar van dat model? Dat is dit jij met jouw data dus.
Als je hem traint, denk ik dat je hem bedoelt. Nou, het model blijft, die kan jij gewoon je eigen license opgooien en dan kan je hem wel of niet beschikbaar maken. Maar ik denk dat als je dingen gaat trainen en zelf weten gebruiken, hoe je weet hoe dat moet, dan kan je dat gewoon in je eigen handen houden. Dus jouw data. Jantine, ik bedoel, ik denk dat Bart de vraag iets anders bedoelt. Op dit moment, de eigenaar van de fundadata is volgens mij Oh, zo bedoel je. Sorry, Bart. De NVM. Dat was ik. Ja, en niet de individuele makelaar. En dat geldt voor alle platforms waar spullen op gepubliceerd wordt. De individuele makelaar heeft misschien is eigenaar van zijn eigen data. En nou ja, alleen die dataset is relatief beperkt om een goede AI op te kunnen trainen, neem ik aan. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat kan wel, maar dan zouden we moeten samenwerken met Tiara als je de hele set zou hebben. Ja, dus ja. Oké. Okay. En nog laatste vraag van Joosje van Vliet. Geven jullie ook cursussen? Hier kom ik weer, dat zouden we heel graag willen doen. Hè? We hadden het vorige jaar over chatbots, integraties in je eigen platform, je eigen website. Daar helpen we je graag mee. Wil je daar meer informatie over, stuur ons dan even een berichtje. Dan kunnen we even contact met je opnemen. Cool. Zeg ik van, als er verder geen vragen meer zijn, dan gaan we er een eind aan breien. Ja. Over 2 weken de laatste webinar in onze serie van 3. En dat is dan ook meteen de derde webinar. Want anders nou ja, was het een serie van 4 of een serie van 2 geweest. Ja, dan hopen we alles netjes te kunnen samenvatten. Ook weer met sprekende voorbeelden te komen. Hartstikke bedankt dat jullie allemaal de tijd hebben genomen om naar ons te luisteren en te kijken. Ik wens jullie een fantastische dag en hopelijk tot snel. Heel erg bedankt. Doei. Doei, doei.